Hallo, ik ben Steven en ik ga vandaag met jullie een guacamole maken. Heel lekker bij een beetje Mexicaanse tortilla chips, op een fajita of bij een slaatje. Een super lekker gerechtje. We gaan starten met een pepertje. Dus een rood pepertje. Daar heb ik de pitjes uitgehaald. Die komt erin. En dan gaan we 3 seconden. Snelheid 8. Dan gaan we een beetje naar beneden spatelen. Dan komt er een ui in. Die heb ik gewoon gepeld. En dan gaan we 5 seconden. Snelheid 5. Weer een klein beetje naar beneden spatelen. Dan gaan we de weegschaal opzetten. Dan gaan we 10 gram olijfolie toevoegen. Een beetje zout. Wat peper. Een tomaat heb ik in 4 gesneden, die komt er ook bij. En dan sap van 1 limoen. Die mogen we er gewoon bij duwen. En dan gaan we nu de weegschaal afsluiten. Terug naar het beginscherm. 3 seconden, snelheid 5. Nu komt de avocado erbij. De pitjes gaan we even opzij houden. Die gaan we er straks terug op leggen, zo verkleurt dat minder. Dus avocado komt erbij. De rest nog een klein beetje terug beneden spatelen. En dan gaan we 10 seconden instellen. We gaan links omdraaien. Snelheid 5. Even eraf spatelen van de deksel. Niet verloren laten gaan. En dat serveer ik mooi in mijn potje. Heel gezond en heel lekker. Ik zei het al, een beetje tortilla chips.